Hallo allemaal. Dit filmpje gaat over de vette plantenolie die je kan toepassen en gebruiken bij de aromatherapiebehandeling. We werken met drie basisolieën. Je kan kiezen uit de amandelolie, de jojobaolie en de druifbitolie. Wanneer jij kiest voor de jojobaolie, dan moet je je bewust zijn dat jojobaolie eigenlijk geen olie is, maar een vloeibaar was. Wat betekent dit? Wanneer jij 's avonds een fles jojobaolie in de auto laat liggen en het is 's nachts koud en je wil 's morgens rijden naar school en je wil de olie gaan gebruiken in de praktijk was om 9 uur, dan is dat helaas niet mogelijk. Van de jojobaolie is dan een was geworden. En dan moet je je voorstellen dat het een soort van haarwax, kaarsvetachtige substantie is geworden. Dus het is dan een hele dikke substantie geworden waar je niet meer mee kan masseren. Daarvoor moet je hem dan eerst weer verwarmen om ermee te kunnen werken. Waar is jojobaolie goed voor? Omdat het zo'n vette olie is, gebruik je hem bij een droge huid. Droog betekent te weinig talg. Als er te weinig talg aanwezig is, dan zet jojoba de talgklieren aan tot werken. Alleen, hij is ook wel voor een vochtarme huid. Het maakt de huid echt heel zacht. Het is vochtbindend. Alleen als er geen vocht in de huid aanwezig is, bindt het dus ook niet zo snel vocht aan zich. Dus jojobaolie kun je heel goed gebruiken bij een vochtarme huid. Maar dan het liefste bij de massage, maar nog niet bij de reiniging. Als de huid echt droog is, dus vetarm, dan kun je hem uiteraard wel heel goed direct gebruiken in de reiniging en de peeling. Jojobaolie is ook op zich best wel vreemd, maar ook eigenlijk heel erg goed geschikt voor een hele vette huid. Dus of heel droog of heel vet. En waarom juist heel erg vet? Omdat zodra hij op een huid komt met veel puistjes, dan wordt talg wat vloeibaar, wat zacht. En dan gaat er een vertraagde afgifte van talg komt er vanuit de talgklieren. Dus het talg zelf wat op de huid zit, wordt beter afgevoerd, omdat het talg heel soepel wordt van de jojobaolie. En de talgklier zelf, die heeft tijdelijk even een remmende werking. Dus de talg wordt minder snel gemaakt na de behandeling. Dus je zal geen vette huid krijgen na het werken met jojobaolie. Dan gaan we naar de druivenpitolie. Druivenpitolie is echt een hele fijne olie om mee te werken. Er is geen reden om deze olie niet te pakken. Ik zou deze olie sowieso pakken in combinatie met bijvoorbeeld de jojobaolie als de huid heel erg droog of vochtarm is. Maar is een huid vrij normaal, dan zou ik echt absoluut gaan werken met de druivenpitolie eigenlijk alleen. Waarom? Omdat een druivenpitolie, daar zitten flavonoïden in. En flavonoïden, dat zijn stofjes die in de druivenpit zitten, die afvalstoffen afvoeren. En in die druivenpitolie en in die flavonoïden zit het stofje pycnogenol. En pycnogenol is het stofje dat werkt op jouw huid als antioxidant. Dus daardoor krijg je meer zuurstof in de huid en gaan afvalstoffen worden beter afgevoerd. Nou, en de vraag eigenlijk, welke klant heeft geen afvalstoffen? Daar heb je geen antwoord op. Van elke klant heeft afvalstoffen en iedereen heeft een aanvoer van werkstoffen en een afgifte van afvalstoffen. Vooral als jij met aromatherapie gaat werken, dan is juist die opname van de oliën en een afgifte van afvalstoffen juist heel erg belangrijk. Dus deze olie is rijk aan vitamines, mineralen en proteïne. Het is dus heel erg lichaams-eigen, de huid verdraagt hem heel goed en hij geeft nog een extra afvoer van afvalstoffen. Dus deze olie is eigenlijk echt een hele mooie. Nou, mocht het nou zo zijn dat jouw plant eigenlijk niet geschikt is voor jojobaolie, want jouw huid is niet, ja, de huid van de klant is niet super droog en is ook niet super vet. Hij is ook niet vochtarm en je vindt eigenlijk dat de klant ook bijna geen afvalstoffen heeft, dan zou je amandelolie kunnen pakken. Want amandelolie die droogt niet in, de huid wordt verzacht en verzorgd en hij verkoelt iets. En er zitten allerlei vitamines in amandelolie die goed zijn voor jouw huid. Eigenlijk als je amandelolie pakt, ben je altijd veilig aan het werk. Dan weet je altijd dat het goed is
Alleen betekent ook dat je de huid geen extra werking geeft. Hier staat ook stimuleert de vochthuishouding. Het is zo dat met welke olie je ook werkt, of je nou met jojoba werkt, druivenpit werkt of met amandelolie werkt, de basisolie, deze drie oliën, zorgen ervoor dat de vochtigheidsgraad van de huid verbetert. Je kan absoluut niet met een aromatische olie, dus met een geurtje, kun jij niet werken op vochthuishouding. Dus als jij wil werken op een vochtarme huid en vochtverbeterend wil werken, kies je dus één van deze drie oliën. En alle drie zijn ze geschikt voor de vochthuishouding. Dit is de informatie over de vette plantenolieën.